Het was dat ik hem voelde aankomen. Ik zat even met mijn ogen dicht. Nou, dames en heren, welkom op de terugweg. We zijn zojuist in Spijkenissen geweest, althans, daar zijn we nog steeds. Daar rijden we nu een beetje weg. Yes. Bij de oom en tante van... Drempeltje. Van Drempeltje. Nou, fijn. Lekker, zo'n bijnaam. We hebben middagje genoten van de heerlijke gastvrijheid. Heerlijk, helemaal goed. Ja. We hadden hem niet gegeten en dat hebben we daar maar even gedaan. Zo, de KNTNL. Ik wou zeggen, we kunnen best wel erg stoppen om een burgertje te pakken of zo, maar ik heb eigenlijk niet zo'n honger meer. Spreek voor jezelf. Oh. Ja, we kunnen dus ergens nog eens onderweg stoppen voor burgers. Maar we gaan eerst even tanken, heb ik begrepen. Als ik even van jouw centjes gebruik mag maken, nee. Dan... antwoorden lopen namelijk. Nee, dat is goed. Ik ben echt stom. Ik ben gewoon mijn pasjes vergeten. St. Zet het hier wel. Jouw microfoon al heel lastig open, zeg maar. Ja, ik vind het geluid ook niet echt optimaal, zeg maar. Ik hoor mezelf niet goed, ik hoor jou wel ver weg. Nou ja, dat zal. Maar goed, komt goed. Tja. Dus. Dus dat. Het was dat ik hem voelde aankomen. Misschien moet ik mezelf maar even goed vast gaan houden. Ja, was het ook. Oh, ik zet al op 150. Oeps. Heerlijk. Daar gaan we die banaan. Ik kan merken dat ik een tijdje geen motor meer heb gereden. Want je snelheidsgevoel is een beetje veranderd. Ja, absoluut. Oh. Ik trok hem even door zo en ik denk la la la. En ik kijk naar beneden en ik denk wacht even. Waar is mijn kilometer tellen? Fuck, 150. Gas los. Dus. Zo spraakzaam zoals we op de heenweg waren, zo stil zijn we allebei nu. Ik zat even met mijn ogen dicht. Voel je het niet? Nee. Oh. Wat moet ik voelen dan? Tok op je rug net. Fijn, voel ik niet. Nou goed. Ik heb het gevoel dat mijn gehoorbescherming niet goed in mijn oren zit. Komt dat? Nou, die herrie van die tunnel is echt letterlijk herrie. Ja, dat is inderdaad niet helemaal comme-il-faut. Nou ja, hij zit toch echt dicht, zou je zeggen. Alhoewel ik nu minder hoor. Misschien dat ik hem toch goed erin heb gedrukt nu. Je knipperlicht stond nog aan. Ach, hier is een hobby toch? Gewoon rommel? Wat voor dingie?
zeker wel. Oh, serieus? Die moet echt maar gewoon een ijzeren stam of een plek waar de zon niet schijnt. Sfeertje. Nou, daar was hij weer. Einde van de rit. Dus, wanneer gaan we weer? Tegenwoordig moet ik er ook een soort van eind aan lullen. Ik had het wel zo netjes om even te zwaaien naar mensen en zo. Oké, stop. Doe ik even zwaaien. Hoi. Heb je ze gezien? Oh, daar. Doe je even zwaaien? Hoi. Hoi. Draak! Zo joh. Hè? Wat? Nee, schatje. Is er iets? Gaat het? Hè? Gaat prima. Dat is mooi, als je dit drempeltje afgaat, die geeft al gas. Ja, precies. Springt hij er een soort van af. Ja, precies. Doink. Een wheelie, maar dan anders. Ja, precies. God. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.